wedstrijden blijft winnen, dan blijf je daar ook staan. Dawson. Hij vindt een medespeler. Er leek meer in te zitten. We krijgen een doeltrap. Nou, hij laat zijn man lopen daar. Ja, dat kan iets worden. Hij heeft steun genoeg. Ze mogen een hoekschop nemen. Een schot. Wat een prachtige... En nu kunnen ze counteren. Wordt het een doelpunt of een assist? Dat was een fraaie counter die uiteindelijk werd afgeslagen. Watson. Ja, hij vindt een medespeler. Fraai. Goed gedaan. Mooi schot. Doet hij goed. Die bal gaat uit, dat betekent een corner. Hij krijgt steun van een aantal medespelers. Sneijder aan de bal. Ze hebben geen haast, de bal gaat rustig rond. Die bal moet daar weg. De paas is goed. Daar gaat hij. Blijft gevaarlijk. Watson. Dit loopt lekker. Dat is een kansrijke paas. Kan wat worden. Gaat op het doel af. Buitenspelval werkt. Hij heeft de ruimte. Hij is in de 16, wat een kans. Belangrijke ingreep, maar wel een vrije trap tegen. Hij probeert het met zijn hoofd. Overgekopt. Balletje naar voren. Gaat hij voor een schot of probeert hij nog meer ruimte voor zichzelf te creëren? Ja, en nu voorzetten. De paas komt aan. Dat bleef het gevaar op zo'n schot. Wat een misser, zeg dat wel. Een wissel kan Watson. Krijgt hij maar in. Blijf kijken. De doelman. De bal belandt bij een medespeler. Mooie bal in de ruimte. Ja, en die ging het. Het is een doelpunt. Kijk, ze eens blij zijn met dat doelpunt. De tegenstander staat er gewoon geslagen bij. De vraag is of dat wel zo goed is, Evert. Ja, en nu? Dit is het moment. Hij raakte met de kop. Kans op de... Zit er een treffer aan te komen? Maakt zich wellicht al op voor een schot. Die aanval zag er gevaarlijk uit, maar hij trekt de angel eruit. Uitstekend gedaan. Dat schept mogelijkheden. Hij schiet. De bal wordt tegengehouden voor het doel. Zo, daar gaat hij mooi voorbij. Die man is hij kwijt. Oh! Het schot. Hij mist, maar de paas was fantastisch. Die paas komt goed aan. Hij heeft volop afspeelmogelijkheden. Opletten nu daarachterin. Hij heeft een sterk schot in de been. Die aanvaller gaat boos op PSV die bal ver kan gaan ingooien. In het centrum is er ruimte. Raakte bijna uit balans, maar bleef overeind. De bal loopt over de achterlijn. Hoekschop dus. Ja, met zijn hoofd notabene. De trainer wisselt de drie tegelijk. Als er nou straks maar niemand geblesseerd raakt. Goed werk. Oh, wat een wilde actie van die verdediger. We krijgen een corner op een wel heel belangrijk moment. De wedstrijd loopt tegen het einde. En misschien komt er nu wel een doelpunt uit. Schiet! Stopt de bal, maar het gevaar blijft. Goed ingegrepen. Een doelpunt zou ze slecht uitkomen. Suarez. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Ja, en nu? Hij schiet. Nou, en toen stond het weer gelijk.
gelijkmaker vlak voor tijd. Dat is niet fijn voor de tegenpartij. Nee, want die dachten dat ze die wedstrijd wel eventjes zouden winnen. Prima gescoord. Je ziet hem de hoek. De bedoeling was een paas. Maar naar wie? De bal gaat over de zijlijn. Manolev. Ja, en nu? Dit was spannend. In de slotminuten trekken ze de wedstrijd alsnog naar zich toe. Ze hebben de wedstrijd in de zak. De tijd is bijna. Speelt zijn verdediger helemaal weg. Sneijder heeft de bal. De partij zit erop. Het is gebeurd. Het is toch ongelooflijk even dat ze die wedstrijd nog winnen met dit late doelpunt.